Nou, we staan hier op de Victorieberg in Noordwijkerhout om precies te zijn in het parkje achter de bushalte van Arriva lijn 57. Ongeveer 2 weken geleden nu, op vrijdagavond 30 oktober om 11:30 in de avond, komt hier ons slachtoffer aan. Die heeft eerder op de dag een afspraakje gemaakt met een andere jongen via een datingsite. Ja, en die heeft hier op deze locatie afgesproken. Nou, die jongen die komt die avond omstreeks 11:30 met lijn 57 met de bus aan bij de bushalte vlakbij de Albert Heijn op de Victorieberg. En die treft daar een andere jongen die hem ook echt het slachtoffer bij naam noemt. En nou, ons slachtoffer heeft op dat moment echt wel het idee van nee, ik heb van doen met iemand die in ieder geval waar ik mee eerder in contact heb gestaan. De twee die lopen vervolgens naar de overkant van de straat, naar het parkje. Als ze in het parkje lopen, dan wordt die jongen eigenlijk vanuit het niets door 5 andere jongens belaagd. Krijgt hij een klap in het gezicht en wordt hij hardhandig op de grond gegooid. En wordt hij ook echt gericht uitgescholden om zijn seksuele geaardheid. En wordt er ook gezegd dat hij zijn portemonnee moet afgeven. Nou, dat is natuurlijk een hele ernstige situatie. Die jongen die kan op dat moment zijn portemonnee niet geven, want die heeft hij niet bij zich, zegt hij. En eigenlijk zo plotseling als die jongens er zijn, zijn die jongens ook weer weg en vluchten ze het erf voort in Noordwijkerhout. Nou, een beetje gedesillusioneerd van wat hem is overkomen, besluit de jongen weer terug te lopen naar de bushalte op het Victorieberg. Ja, en daar treft hij een wat ouder echtpaar die waarschijnlijk een hond aan het uitlaten zijn, want ze hebben een witte poedel bij zich. En eigenlijk geeft hij op dat moment niet aan wat er is gebeurd en besluit hij naar huis te gaan. Maar goed, wij komen natuurlijk graag in contact met getuigen. En zeker dat stel wat daar heeft rondgelopen, want mogelijk hebben die de situatie verstoord en hebben die belangrijke informatie voor ons. Nou, ze kunnen ons helpen door met ons in contact te komen. Ze kunnen bellen met het telefoonnummer 0900 8844 en zeggen dat ze misschien getuigen zijn geweest van de situatie. Maar mogelijk zijn er ook andere mensen geweest die voor die tijd al een jongen in de bushalte hebben zien staan. Die informatie met ons willen delen. Dat gaat in ieder geval om een blanke jongen in de leeftijd van 16 tot 17 jaar oud. Met blond krullend haar. En hij ging gekleed in een donkere jas met bondkraag. En wat opvallend is van deze jongen is dat hij ook sproetjes in zijn gezicht heeft. Dus dat, als je dat hebt gezien, dan komen we graag met je in contact. Verder komen we graag in contact met mensen die misschien ook slachtoffer zijn geworden van een soortgelijk iets. Want wat we wel denken is dat deze afspraak helemaal niet bedoeld was om een date met elkaar te hebben. Maar dat er echt wel bewust is geprobeerd die jongen uit de tent te lokken, hier naartoe te lokken om hem te mishandelen en te beroven. En dat maakt deze zaak ook zo heftig en zo kwalijk. Ja, dat het er echt sterk op lijkt dat hier iemand is mishandeld vanwege zijn geaardheid. En dat is natuurlijk volledig onacceptabel. Dat is ook de reden waarom we deze zaak hoog oppakken en dat we druk op zoek zijn naar getuigen om deze zaak op te lossen. Nou ja, we hebben al een uitgebreid buurtonderzoek gehouden. Hier in de buurt, we zijn op zoek naar getuigen die ons wat meer kunnen vertellen. Die mogelijk camerabeelden hebben van deze omgeving waarop die verdachten te zien zijn. Ja, verder zijn we natuurlijk uitvoerig in gesprek gegaan met de aangever in de hoop dat hij ons informatie kan geven die ons kan leiden naar de verdachte van dit feit.